Beleggen is interessant om op de lange termijn een vermogen op te bouwen, maar dan is het wel belangrijk dat je op de juiste, op een goede manier begint, want anders zul je dat vermogen, dat eindvermogen niet bereiken. En de AFM, oftewel de Autoriteit Financiële Markten, heeft een checklist gemaakt, een korte checklist, een lijst van acht punten van aandacht met een korte toelichting. En in deze video wil ik ieder punt kort gaan bekijken en daarbij mijn visie, mijn mening en mijn ervaring daarbij geven. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Nou, een manier om een vermogen op te bouwen, dat zou kunnen zijn door te sparen. Alleen zeker op dit moment is dat lastig, want aan de ene kant heb je een lage spaarrente, dus het levert weinig op. Aan de andere kant heb je een hoge inflatie, dus eigenlijk wordt het geld op je spaarrekening op dit moment in ieder geval ieder jaar minder waard. Dan nou, kun je wel een vermogen opbouwen door te gaan beleggen, maar beleggen gaat dan weer gepaard met risico's. Dus het is heel belangrijk om van tevoren een goede start te maken. Dat je weet waarom je gaat beleggen, dat je weet hoe je gaat beleggen. Aan de ene kant doe je dat natuurlijk om de risico's te beperken en tegelijkertijd zorg je daarmee dat het succes eigenlijk om dat vermogen te bereiken ja, vergroot wordt. En nu heeft dus de AFM een checklist op de website staan die jou daarbij kan helpen om een goede start te maken. Dus laten we gaan kijken naar deze lijst en begin beginnen met het eerste punt en dat is eigenlijk de vraag van met welk doel ga ik beleggen? Want beleggen heeft natuurlijk eigenlijk altijd een doel, al is het maar om een vermogen op te bouwen op de lange termijn. Maar met welk doel je belegt, dat bepaalt eigenlijk ook de manier van beleggen of jouw plan van aanpak voor het beleggen. Is jouw doel bijvoorbeeld een wereldreis maken over 10 jaar? Of is jouw doel een mooi vermogen opbouwen als je met pensioen gaat, wat misschien nog wel 50 jaar in de toekomst ligt? En het verschil in looptijd en in eindvermogen zorgt er ook voor dat er een verschil is in de maandelijkse inleg die je doet. of het benodigde rendement dat je hebt ieder jaar. Hoe verder jouw doel in de toekomst ligt, hoe meer je gebruik kunt maken van het zogenaamde rente-op-rente-effect. Dat houdt eigenlijk in dat bijvoorbeeld ieder jaar 7% groei, dat is het gemiddelde over de laatste tijd geweest. Nou, ieder jaar 7%, op 7%, op 7%. Dat zorgt uiteindelijk voor exponentiële groei, oftewel een steeds sneller stijgende lijn, naarmate er meer tijd verstrijkt. En het is heel belangrijk om te gaan kijken welk doel heb ik bij beleggen, wat wil ik bereiken? Bijvoorbeeld een wereldreis over 10 jaar, die kost me over 10 jaar 40.000 euro. Wat moet ik dan nu doen om dat... Vermogen te bereiken over 10 of over 9 jaar misschien al wel. Dat je iets meer zekerheid hebt. Nou, als je dat weet, als je weet welk doel je hebt, kun je dat eigenlijk terugberekenen. En dan weet je dus bijvoorbeeld bij een gemiddeld rendement van 7% per jaar, moet ik misschien een x bedrag per maand inleggen om dat vermogen over een tijdje dus te bereiken en dus mijn doel te behalen. Kijken we dan naar het tweede punt? En dat is eigenlijk de vraag van hoe lang kan ik mijn geld missen? Want beleggen, een heel belangrijk onderdeel van beleggen, is dat je dat doet met, uh, eigenlijk voor de lange termijn. En dat je dus gebruik maakt van geld dat je op de korte termijn niet nodig hebt. En op de korte termijn spreken we eigenlijk van drie of misschien zelfs al vijf jaar. Dus je wilt eigenlijk gaan beleggen met geld dat je in ieder geval de komende vijf jaar niet nodig hebt. De reden dat we juist naar zo'n periode kijken is aan de ene kant het rente-op-rente-effect. Zoals we net zagen. Hoe verder je kijkt in de toekomst, hoe groter dat effect is. Hoe meer voordeel je daaruit haalt. Maar een tweede reden om juist naar de lange termijn te kijken is dat je bij beleggen altijd te maken hebt met een bepaalde marktcyclus. Eens in de 7 of 10 jaar gaat de beurs een keer hard onderuit. En dan wil je gewoon zorgen dat je de tijd hebt om daarvan te herstellen. Dat je niet zo in een periode zit uh, dat je tijdens een verlies juist dan je geld nodig hebt en dan moet verkopen... dat je dan juist eigenlijk geld verliest in die periode. En juist door te zorgen dat je de juiste kennis hebt... dat je weet dat dit soort cyclussen er zijn... kun je ervoor zorgen dat je dit ook kunt voorkomen... en dat je dus eigenlijk het risico op waardeverlies kunt ja, afbouwen in principe. En wat de AFM dan weer hier niet vermeldt maar wat denk ik wel heel belangrijk is... is om een uh, bepaalde buffer te hebben. Zeg maar een financieel spaarpotje, een spaarrekening met een X bedrag... Dit zou bijvoorbeeld zes maanden aan onkosten kunnen zijn. Dat zou je kunnen uitbreiden naar misschien wel twaalf maanden of twee jaar aan onkosten. Als je wat meer risico wilt afbouwen, als je misschien kinderen hebt, ZZP'er bent met een, ja, een inkomen dat niet altijd vaststaat. Dan wil je een beetje de tegenslagen kunnen opvangen. Dat zorgt er natuurlijk aan de ene kant voor dat mocht er een keer iets tegenvallen, je wasmachine kapot gaat, je auto kapot gaat, dat je het geld hebt... Om dat meteen te vervangen of te laten repareren. Dat geeft gewoon een bepaalde rust. Maar het zorgt er ook voor dat je dan niet op dat soort momenten je aandelen moet verkopen. Want je zult altijd net zien dat wanneer er aan de ene kant iets tegenvalt, dat je aandelen net in de min staat. En je dus eigenlijk een verlies neemt op je beleggingen. Kijken we dan naar het derde punt. Dan is dat hoeveel risico wil je lopen. Want zoals gezegd, beleggen gaat gepaard met risico. Je zou bijvoorbeeld je geld op een spaarrekening kunnen zetten. En dat is dan zonder risico in ieder geval tot de eerste 100. 100.000 euro, dat is eigenlijk afgedekt wat betreft risico. Maar dan weet je ook meteen, de rente is laag. Je hebt een gegarandeerd rendement, maar dat rendement, die rente is gewoon heel erg laag. Zeker bij de huidige inflatie en waarschijnlijk ook het lange termijn gemiddelde van inflatie van ongeveer 2%, zal de rente dat niet halen. Dus eigenlijk lever je daarop in. Je hebt een bepaalde zekerheid, maar dat is eigenlijk de zekerheid dat je geld niet heel veel minder waard wordt. En door te beleggen neem je dus wel een bepaald risico, maar dat zorgt er ook voor dat je kunt verwachten dat je een iets hoger rendement hebt. Nou, zoals ik eerder al in deze video zei, je lange termijn gemiddelde komt ongeveer uit op 7%. Halen we daar de lange termijn inflatie van af, van ongeveer 2%, zou je kunnen zeggen dat je in ieder geval over de lange termijn ongeveer een gemiddeld rendement van zo'n 5% per jaar mag verwachten. En je kunt je risico dan beperken door natuurlijk te zorgen voor kennis. Dan hoe meer kennis je hebt, hoe meer risico's je kunt afdekken, hoe kleiner je het risico kunt maken. Maar ook door verschillende producten te kiezen. Want bij beleg heb je verschillende vormen van beleggingen, verschillende producten. Denk je bijvoorbeeld aan aandelen, aandelen van losse bedrijven zoals Shell, Microsoft of misschien Tesla. Dit is natuurlijk wat risicovoller, heeft een hoger risico omdat je dan in één bedrijf investeert. Je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld ETF's. ETF's zijn eigenlijk een mandje van aandelen van verschillende bedrijven in een bepaalde sector, een bepaalde industrie, een bepaald land of misschien zelfs een wereldwijde spreiding. En dat heeft eigenlijk een iets lager risico, omdat een ETF al meteen spreiding heeft ingebouwd. En je kunt nog kijken naar een ander product, zoals bijvoorbeeld een obligatie. Daar heb je eigenlijk een. Een gegarandeerd rendement, een bepaalde rente die jij ontvangt, omdat je in principe geld leent aan een bedrijf. Zo zorgt er tegelijkertijd voor dat je risico ook beperkt is. Want je weet al wat je rendement gaat zijn. En welk product het beste bij jou past, of welke combinatie van producten het beste bij jou past. Nou, dat hangt eigenlijk vooral af van jouzelf. Dat hangt af bijvoorbeeld van jouw looptijd, van het vermogen dat je hebt. Of van hoe jij aankijkt, hoe jij omgaat met een bepaald risico. Ben je bereid om een groter risico te nemen, omdat je looptijd nog langer is? Of ben jij iemand die liever wat risicoavers is en je risico zoveel mogelijk probeert te verkleinen? Kijken we dan naar het vierde punt. En dat is eigenlijk de vraag: van heb ik gecontroleerd of de onderneming bij de AFM onder het toezicht staat? Want als je gaat beleggen, dan maak je gebruik van een broker. Dat is in principe een externe partij waar je aandelen kunt kopen of kunt verkopen en die ook je aandelen beheert. Dit kan een bank zijn, zoals bijvoorbeeld de ABN AMRO of de Rabobank. Maar er zijn ook heel veel specifieke brokers die zich volledig richten op beleggen. En denk hier bijvoorbeeld aan de Giro of aan Bux. En aangezien jij jouw geld dus eigenlijk toevertrouwt aan een andere partij... is het wel heel belangrijk om te gaan kijken van staat deze partij... Onder toezicht van de AFM hebben ze een vergunning. Zoals gezegd, het geeft dus eigenlijk geen garantie. Het kan nog altijd zo zijn dat je je geld kunt verliezen, maar die kans is wel kleiner, aangezien de AFM natuurlijk bedrijven met een vergunning daar toezicht op houdt. Brokers die ik gebruik zijn bijvoorbeeld de Giro en Bux, en beide hebben ook een vergunning en staan dus onder toezicht van de AFM. Wil je beginnen met beleggen? Open dan een account via de links onder deze video. Op die manier krijg ik een kleine vergoeding waardoor ik deze video's kan blijven maken en jij kunt gebruik maken van de acties die zij aanbieden aan nieuwe klanten. Kijken we dan naar het vijfde punt en dat is welke kosten brengt beleggen met zich mee. Kosten zijn namelijk heel belangrijk, een heel belangrijk onderdeel van beleggen. Je wilt je rendement gaan optimaliseren om zo een vermogen op te bouwen op de lange termijn en kosten gaan dan uiteindelijk dus ten koste van jouw rendement. Je kunt bijvoorbeeld gaan kijken naar beheerd beleggen. Dan geef je eigenlijk... Uh, aan wat je zou willen, wat, jij, wat jouw voorkeuren zijn. Op basis daarvan wordt een profiel gemaakt. En een externe partij die gaat dan beleggen volgens jouw profiel, volgens jouw voorkeuren. Maar zij vragen natuurlijk daar wel een bepaald percentage voor, een bepaalde kosten brengen ze daarvoor een rekening. Je kunt natuurlijk ook zelf gaan beleggen, dat je eigenlijk alles zelf in de hand neemt. Zelf je aandelen kiest. Daarmee kun je um, je, je kosten wat omlaag brengen. Maar er zijn nog altijd kosten mee verbonden met zelf beleggen. Dit kan bijvoorbeeld zijn de kosten van een rekening openen of uh, aanhouden transactiekosten valutakosten of misschien zelfs wel kosten van een bepaalde etf beheerkosten van een etf en zo zijn er nog wel meer kosten en deze kosten zijn eigenlijk ook altijd anders in elke situatie dat hangt af van welke producten jij kiest van welke broker jij gebruik maakt dus kijk even altijd wat ben jij van plan en wat zijn daar de kosten van uh, welke kosten zijn daarvan toepassing dit kun je eigenlijk altijd wel terugvinden of bij de broker of bij de informatie bij rondom een bepaald aandeel of ETF bijvoorbeeld. Kijken we naar het zesde punt, dat is eigenlijk van begrijp ik waarin ik ga beleggen... want beleggen, zoals gezegd al, kent heel veel mogelijkheden. Je kunt beleggen in aandelen, je kunt beleggen in obligaties, in crypto, in ETF's... maar denk ook bijvoorbeeld aan wijn, aan kunst, aan oldtimers, waar je eigenlijk ook in belegt. Het is gewoon altijd heel belangrijk om te weten wat het is, wat het soort product is en hoe dat product eigenlijk werkt. Stel je koopt een aandeel van Coca-Cola... dan wil je weten hoe het bedrijf het geld verdient... hoe jij als belegger geld kunt verdienen met het aandeel... bijvoorbeeld door een koersstijging of door dividend... maar nou, zeker ook wat de verwachtingen zijn van het bedrijf... van het aandeel voor de toekomst. Je kunt heel veel informatie natuurlijk vinden op internet. Je hebt heel veel blogs, maar denk ook zeker hier aan YouTube. Op YouTube staan genoeg filmpjes, zowel Nederlandstalig... Als Engelstalig die jou kunnen helpen met informatie verschaffen. Die jou heel veel ja, tips kunnen geven voor het beleggen. Maar ik heb ook een training gemaakt voor beginnende beleggers met heel veel basisinformatie. Heel geordend kun je dan eigenlijk alle informatie vinden die jij nodig hebt om in ieder geval een goede start te maken. Een link naar de beleggers training vind je ook onder deze video. En met de kortingscode checklist ontvang je ook nog 10% op de aankoop. Kijken we naar het zevende punt en dat is de vraag van heb ik mezelf goed geïnformeerd en dit is eigenlijk het een, ene laatste punt van de checklist van de AFM. Ik zou daar zelf het laatste punt van hebben gemaakt. Het is eigenlijk meer een soort van moment om nog eens goed na te gaan of je eigenlijk alle bovenstaande punten die we eerder besproken hebben van die checklist, of we die in principe hebben afgevinkt van heb je een goede basis, heb je een buffer en heb je de kennis om te gaan beleggen, is het duidelijk welk doel je hebt. Wat je wilt bereiken en op welke manier je dat wilt bereiken. En dan zou je dus in principe klaar zijn om te beleggen. Maar de AFM heeft dan nog een achtste punt toegevoegd: en dat is, van doe ik aan risicospreiding. En dit uh, zou ik dus al eerder in je onderzoek meenemen, of me eerder in je planning eigenlijk meenemen. Ik heb het eigenlijk ook al een beetje benoemd bij punt 3 uh, van deze video. Hoeveel risico wil ik lopen? Want je wilt spreiding toepassen om jezelf en je vermogen te beschermen. Je wilt niet al je geld in één bedrijf, in één sector, in één land. Je wilt ook niet al je geld bij één broker, misschien wel. Zorg er dus voor dat je eigenlijk spreiding hebt tussen brokers als je vermogen toeneemt. Voor spreiding over verschillende aandelen. Of als je voor een ETF kiest, dat die ETF een goede spreiding heeft over landen, sectoren bijvoorbeeld. Maar je wilt ook zorgen dat je meer spreiding hebt naarmate je looptijd verstrijkt, je dichter bij je einddoel komt. Wil je je einddoel bereiken, is dat binnenkort. En wil je die wereldreis gaan maken, wil je met pensioen gaan, dan wil je ook wel hebben dat het geld dat je dacht te hebben, dat dat er inderdaad ook is. Dus je wilt zorgen dat je niet zoveel van je vermogen in aandelen hebt zitten. Want dat is denk ik het meest risicovolle product dat we nu hebben besproken. Je wilt dan zorgen dat dat. Uh, vermogen in aandelen kleiner wordt, dat dat bijvoorbeeld een gedeelte naar obligaties gaat, of misschien zelfs een gedeelte naar je spaarrekening, omdat de zekerheid van je vermogen op dat moment heel belangrijk is. Maar dit waren de acht tips van de AFM. De AFM checklist die jou kan helpen om te beginnen met beleggen, die in ieder geval zorgt dat je hem goede basis hebt dat jij nadenkt over de verschillende stappen van wat wil ik bereiken en hoe wil ik dat gaan bereiken maar wat vind jij van deze acht punten van de AFM of heb je misschien nog toevoegingen aan deze punten laat dat vooral weten in de reacties onder deze video zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.